met deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee vandaag. Nou, Linda is naar de werk, Daan zit op school. Heerlijk. Ik ben een heerlijke tosti aan het maken. En het is namelijk zo, ja, het is nog altijd druk. En ik ben hard aan het werken vandaag. Gisteren ook trouwens en vandaag. En ja goed, ik zou zeggen heel veel kijkplezier vandaag en geniet van de beelden nogmaals wat ik ga maken. Dus in ieder geval, ik ga eerst even lekker lunchen, want ja, ik heb lunchpauze. Als ik in het werk was, was ik thuis geweest, maar goed, het is tot daar aan toe. En ja goed, we gaan het zien, dus ik ben op het schieten, dus ik ben het proberen om zo'n korte tijd zoveel mogelijk te doen. Maar ja goed, soms loopt het even anders, dus, maar niet erg, niet getreurd, dus ik vind het gewoon hartstikke leuk om voor jullie dit te maken, dus, en dat meen ik oprecht, en het is gewoon fantastisch, dus, ja goed, ik ga daar een heel lekker lunchen, ik heb even drinken klaargezet, en dat soort dingen allemaal, dus, ja, we gaan heerlijk genieten, ondanks dat we moeten werken, ja, want ik heb de scooter even buiten neergezet, oh. En ja goed, dan gaan we het zien. Kijk, daar staat de scooter achterom. We hebben een scooter achterom. Ja, ja. Ja, ja. Dus. Ja goed, dus even wachten tot de tosti klaar is. En dan kunnen we heerlijk lunchen. En de tosti is klaar. We gaan smikkelen en smullen. En ik heb de lunch heerlijk op. Ik heb lekker gegeten en lekker gedronken. Het volgende, ja, ik ga dadelijk terug naar mijn werk, want ja, ik kan niet thuis blijven en niet maken van zeggen van, oeh, ik blijf thuis, ik ben klaar. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan in ieder geval wel even terug, dus, maar goed, dus in ieder geval, ze gaan nou hier voor de deur, tenminste, wat jullie erachter hebben gezien, die mijnwaterleidingen, die gaan ze nou langzaam hier voor de deur langzaam plaatsen. Dus wat is het nou? Ze hebben de hele straat hebben ze eigenlijk afgezet. Of de hele straat. Vanuit Jan Linders tot onderaan de rotonde. Ja, dat hele stuk is afgezet. Dus je kan er wel in rijden, maar je mag de auto niet parkeren. Dus ik zeg tegen Linda vanmorgen, ik zeg, kijk of je ergens in de wijk neer kan zetten. Want ja, alles is afgesloten. Dat is de kat. Ik zeg, want je komt er niet meer in. Tenminste, tot zover, tot ze dan klaar zijn. Dus dat bovenste gedeelte is nou ver klaar. Die leidingen zitten daar aan de grond. En tot aan Jan Linders zo, dat stuk waar die uitgang is, dat is helemaal klaar. Dus dat is helemaal klaar. Dus nou gaan ze hier naar beneden werken. Dus nou is het zo, nou wordt het ontiegelijk stil, zal ik maar zeggen. Lekker rustig. En dat is ook wel weer een keer fijn. Want normaal is het echt overdag. Dan rijden ze normaal op en af, weet je wel. En dan is het hartstikke druk. Maar nu is het een keer lekker rust. Heerlijk. En daar zijn we ook weer blij mee. Dus daar kunnen we ook weer een beetje. Hè? Want ze rijden hier ook echt ontzettend hard hier op de ganzenweide. Want vooral s'avonds laat, dan, ja goed, er moet net iemand met een hond lopen. Die over moet steken, ja, dan ligt hij eronder. Dus, maar dat gebeurt hier, regelmatig gebeurt dat. Ook als het s'nachts, als ze niet aan het werken zijn, want dan rijden ze toch de tegengestelde richting rijden ze dan in. En ja goed, daar doen we toch allemaal niks aan. Dus, maar goed, ze gaan er iets aan doen. Maar wat het is, weten we nog niet. Ja goed, er zal een versmalling, wat ik een keer heb verteld, komen en dat soort dingen allemaal. Maar we gaan het zien. Maar eerst moeten die leidingen in de grond. En dan is dit stuk weer klaar. Dus, en hoe het dan verder gaat verlopen, dat weet ik dus niet. Maar ja goed, we kregen ook gisteren wel een brief in de bus van tot ze vanaf vandaag in de straat gaan werken tot de auto ergens anders neergezet moet worden. Maar ja, dan is dat zo. Dus dan passen we gewoon even aan. Al is het tot weet ik veel wanneer. Want ik moet zeggen, ze doen er echt een week over een heel stuk. Want ja, het moet uitgegraven worden. Er zitten nog gasleidingen en dat soort dingen. Leidingen zitten allemaal erin. En
Ik weet niet wat voor leidingen allemaal in de grond daar zitten. Dus daar moeten ze inderdaad wel rekening mee houden. Want ja, goed, ze kunnen niet gaan graven en dan. Pssch, dat gaat niet. Dus, maar ja, goed, in ieder geval. Daarom is het, duurt het ook even wat langer. Als normaal, zal ik zeggen. Dus, want normaal is het eigenlijk gewoon van gaten graven. Hè, met de graafmachine. En dan erin leggen, vastmaken, klaar. Weet je wel, maar. Ze moeten daar rekening mee houden. Wow. Dus ja, goed. In ieder geval, dat is even voor dat. Ik ga nou even mijn trui aan doen en de jas weer aan doen. Want het is toch wel redelijk frisjes vanmorgens. Als ik weg ga, ja, goed. Het is een graad of 8, 9 hier bij ons. En ja, goed. Dan is het toch wel wat frisjes. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Wat voor graden, dat weet ik dus niet. Maar ja goed, de winter komt er langzaam aan, heel langzaam. Dus ja, en ze hadden voor de, als wij naar Utrecht gaan, hadden ze mooi weer gemeld. Maar het zou dan wel wat kouder worden. Maar goed, vorig jaar zaten we in Utrecht in de sneeuw. Dus ja, dus we gaan het zien allemaal. Maar goed, ik heb zoiets van met het weer. Als het komt, dan komt het. Ja goed, ik heb er toch niks over te zeggen. Wij allemaal niet. Dus, maar goed, dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dus, maar in ieder geval, dat even over de weg. Dus mochten ze een keer hier voren bezig zijn. In het weekend of zo. Dan kan ik het laten zien. En dan, want er worden ook hekken geplaatst. Want dat was daarachter ook. Ook allemaal hekken. Want daar hadden ze meer ruimte als hier eigenlijk. Terwijl het, ja, het is één straat. Ja goed, het is wat het is. Dus, maar goed, dus in ieder geval, even genoeg gekletst. We gaan weer terug naar het werk. Even aan de slag. Ik blijf al niet te lang, want gisteren was ik ook net op tijd voor eigenlijk Daan te gaan halen. Maar ja, daar kwam ik later achter. Tot Linda dat tegen mij zei. Van hij moest even wat langer blijven in verband met zijn huiswerk, ja. Dat is vandaag niet. Maar kijken tot ik nog een uurtje of twee nog ga werken. En dan hak ik de pin erin. Goed? Dus, maar ja, goed. In ieder geval, dat is dat. Ik ga even verder. En dan kom ik later bij jullie terug. En dan gaan we er nog iets moois van maken. Dus in ieder geval, dikke duim voor jullie. Een shout-out voor jullie allemaal als kijker. En geef even een blauwe duimpje aan en dan druk even op het belletje. Dan mis je nooit een video als die online zet. Gaan we stoppen? Nee, we gaan nog even door. Tenminste, we werken en dan kom ik straks op jullie terug. Dus in ieder geval, je ziet ons later. Ja, mij dan, hè? Toedeloe, later. Ik ben weer thuis aangekomen en ik heb me heerlijk net gedoucht en aangekleed. Ja, dat is wat ik zeg. Linda had me al geappt tot ze om moet rijden. Maar goed, geen probleem. Dan is die achter in de wijk, kan je altijd de auto kwijt. Ja goed, met die basisschool dat wordt even wat moeilijker, maar daarna zijn er genoeg plaatsen. Dus, maar goed, ja, ze zijn hier voren aan het zagen door het beton heen. En ja goed. En dan gaan ze langzaam van die kant graven en dan maken ze het open nogmaals. Dus ja goed, dus in ieder geval, ik ben thuis. Ik ga Daan dadelijk halen. En dan kan Linda terugkomen. En ik moet nog helaas tanken met de scooter. Helaas, helaas. Maar goed, dat doen we dan straks even. Want ik was al op de tijd aan het letten van niet te laat. Want ik wil me nog douchen en Daan moest nog van school halen. Dus ja goed, in ieder geval, dan hebben we dat in ieder geval klaar. En dan zie ik dat het tijd is om naar school te gaan. En dan zien jullie mij. Ja. Wij zijn weer thuis aangekomen en ik heb Daan gehaald. Zijn de spullen. Hoe was het op school? Goed zo. Nou, Linda is volgens mij ook al thuis. Want die zal de auto wel ergens anders hebben geparkeerd. Ja, goed. Stomme vraag, hè? Stom vraag, stom antwoord. Dus, goed, ik ga je dat even uitpakken. En dan hebben we dat in ieder geval al klaar. Linda is thuis en ik ga heel even naar het tankstation even rijden. Want ja, goed, ik had er straks geen tijd ervoor, want ik moest op tijd thuis zijn, hè? Maar ja, geen excuus.
Maar dan rijd ik nou even op en neer en dan kunnen we dat even doen. Dus ik heb mijn handschoenen even aan, want dat hebben we wel nodig op de scooter. Dus ik ga mijn helm op doen en dan zie je mij dadelijk. Yes. Ik ga dadelijk even halen. Hoi. Dan is ook weer thuis. Dus ik ga op naar Tankstation. Ik ben bij Tankstation aangekomen, wil ik zeggen. Dus ik moet even opletten. Maar goed, ik ben een halve tank, dus ja, dan krijg je, als je extra werk hebt, hè, moet je veel extra tanken. Dus, maar ja, het is een voordeel dat de baas het betaalt. Maar goed, dus in ieder geval, dat is dat. Dan doen we het dopje erop. Tadaa. Het dopje erop en dan ga ik binnen betalen. Yes! Ik heb betaald, dus ik ga me de helm opdoen en dan ga ik de handschoenen ook aandoen, want het is frisjes nou. Hè? Maar goed, dus in ieder geval, we kunnen niet altijd in Turkije zijn. Hè? Ook al willen we dat heel graag, maar goed, dat maakt niet zo heel veel uit. Ik wil het heel graag, maar het kan niet. Hè? Wie weet, hè? In de toekomst. Dus maar in ieder geval, ik ga mijn helm opdoen en dan ga ik richting huis. Toedeloe. Ik ben weer thuis aangekomen. Linda is ook nog even naar de première geweest en zo. Een Kruidvat en spulletjes gekocht. Dus dan gaat ze een gehoorapparaat schoonmaken. Ja. Even doen. Ja, is goed. Nee, ik laat dat even met rust. Ik ga even eten maken. En dan kan ik er even aan beginnen. En dan laat ik zo zien wat we gaan eten. Yes! Ik heb het eten een beetje voorbereid. Kijk eens, we eten heerlijke aardappeltjes. En wat eten we erbij? Lekkere echte wortelen en een heerlijke Cordon Bleu. Dus ik ga even de rest even pakken. En de rest even alles klaarmaken. Dan kan ik dat in ieder geval niet vergeten. De kat heb ik net ook al uitgelegd. We willen toch een beetje gezond eten, hè? Ja, hè? De bakboter pakken. Dus. En dan gaan we heerlijk beginnen met koken. Yes! Dat is dat. Pakken we de rest. Ja. Wij zijn zo blij. Tot we toch weer thuis zijn, ja ja. Zo, dat gooien we straks weg. Dat is plastic. En de pannen zijn weer schoon. Ja, dus in ieder geval, ik heb het klaar. Of, ja, klaar is het nog niet, maar de echte wortelen zitten in de pan. Heerlijk. Lekker smikkelen en smullen. Aardappeltjes die gaan bijna koken, want ik kan hem nog vastpakken. En ik ga de Cordon Bleu. Ik heb mijn handen gewassen, want dat is wel zo fijn. Hey, Cordon Bleu. De kaas zie je al liggen. Oh, dat doen we gewoon zo. Hopla. Hopla. Nou. Dat kan ook zijn gang gaan. En dan gaan we even weer verder met kokerellen. En de kat moet nog verzorgd worden. En de tafel moet nog gedekt worden. En dat soort dingen allemaal. Daar gaan we even mee aan de slag. En ik moet de handen wassen. Toedeloen. Het eten is klaar. Ik ga even de lampen uitgedaan. En ik ga even jus maken. En dat soort dingen allemaal. Dan hebben we dat in ieder geval al klaar. En dan kunnen we... Ap, 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 ap. Dus ik ga even... De rest afmaken. Oh, sorry.
excuus. Ik ga even verder. Kijk, gaan we uitdoen. En ik heb de kat ook nog even verzorgd. En waar is het eten heen? Tada! We gaan heerlijk lekker eten. Komen jullie eten? Nou, ik hoef ze al niet meer te roepen. Dus we gaan heerlijk smikkelen en smullen van onze heerlijke koningsmaaltijd. Ik ben wel even verder, of wij zijn even weer wat verder. Dus we hebben heerlijk gegeten, er is zo weer over. Dus we gaan opruimen, alles schoonmaken en dat soort dingen. En dan gaan we weer leuke dingen doen. Yes, ben zo blij. Tot we gegeten hebben en tot we weer thuis zijn. Yeah. Ik ben wel even wat verder. Ik heb alles opgeruimd, alles schoongemaakt. Dan is de YouTube aan kijken en ik heb alles hier klaargezet. En ik ga mijn schoenen ga ik aandoen, want we gaan de horde op. Alleen Linda blijft thuis. Waar gaan we naartoe? Dat zal ik zo vertellen. Nou, ik heb mijn jas aan. Ik ga meteen weg. En ik moet alleen even een stukje lopen. Linda had de auto hier in de wijk neergezet. Dus die gaan we ophalen. Dus, en dan gaan we in de auto. Dag Linda. Dag, tot straks. Yes. Nou, zoals je ziet zijn we nog buiten aan het wandelen. Zo, oh, dat is iets beter. Oei, joh, daar schrik je de kijkers mee af. En hij staat hier in de straat. Dus, ik laat het iets ja. Zo licht is. Ik ga de auto zoeken, want Linda had hem hier ergens staan. En dan gaan we even kunnen kijken. Kunnen ze jou ook zien, hè? Ja. Ik heb de auto gevonden, hij staat hier. Dus, het licht is nog aan. De auto. Wij zitten in de auto en we gaan op naar het... voetbalveld. Yes, dus daar gaan we naartoe. Wij zijn op het voetbalveld. Kijk wat doet Daan. Hij klipt er gewoon overheen, dus we gaan die kant op. Daan heeft de kortere weg genomen, dus ja goed. Hij gaat zich melden daar, dus kan hij even een bal pakken en dan kan hij even wat... nou niet. Normaal pakken ze altijd een bal, dus... En dan gaan ze hiervoor gaan ze dan wat oefeningetjes doen, weet je wel. Dat soort dingen allemaal. Maar goed, dus in ieder geval zijn we blij dat we op het voetbalveld zijn. Mobiele eenheid. Nou, ben hier. Ik ga daar staan. Goal. De training gaat zo beginnen. Ze hebben net een rondje gerend en gesprint en dat soort dingen allemaal. Dus ze zijn nog even uit aan het zetten. Kijk maar, daar. En dan gaat het zo beginnen. Dan gaan ze hier staan. Krijgen ze even instructies wat ze moeten gaan doen.
En dan gaat hij. En dan gaat Daan weer. Mooi. En dan komen ze even bij elkaar. Even bespreken en dan zit de training er zo op. Had even niet geluisterd en niet opgelet. Ja, dan moeten ze even een rondje rennen. Hè? En het rondje is klaar. En de training zit erop voor vandaag. Dus je ziet ons dadelijk in de auto. Super! Wij zitten in de auto en Daan heeft zich een beetje geblesseerd, hè? Ja. Een beetje aan de teen. Maar ja, goed. Dat hoort bij voetbal. Niet een beetje, maar heel veel. Oh, ja, goed. Even in de gaten houden. En dan gaan we het zien. Dus in ieder geval, wij gaan op naar huis toe. Het was een hele leuke training. En dan zien jullie ons dadelijk thuis. Doei! Doei! Wij zijn.
zijn thuis aangekomen. En wat ik al zei, het was een hele leuke training. Linda zit daar heerlijk in de pyjama. En dan is hij hier om het kleden. En dan is het wel weer verder. Nou, de vaart is nog niet klaar. Dus dan ga ik bij deze de vlog ga ik dan afsluiten. Laat in ieder geval even een leuke reactie achter deze vlog. Dat zou we hartstikke leuk en fijn vinden. En dan gaan we nu echt afsluiten. Vond je dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren. Klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. In ieder geval, alles wat jullie wenselijk is, dat wensen we jullie toe. In ieder geval, toedeloe. En ik hoop dat jullie genoten hebben. Dus in ieder geval, tot morgen. Doei!